nachtdieren, dagdieren. Giel hier, goedemorgen zeg. We beginnen met het nieuws van de dag, met de dames natuurlijk. Suzanne. Goedemorgen. 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 Wat staat er in de kast? Oh, wat klinkt jij lekker loom, Fleur. Zweverig. Oké, dan wacht even. Dan gaan we even zweverig openen. Welkom. Mijn muziek beïnvloedt rechtstreeks je hersenactiviteit. Er wordt een zogenaamd alfa-ritme opgewekt dat een aangenaam en weldadig effect op je heeft. Lekker. Zo, hè? Zijn we nog wakker? Ja, hoor. Okay. Fleur, wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Wel leuk. In Paramaribo ging 2 maanden geleden een toneelstuk in première. Ik kan het niet uitspreken, maar het gaat over Schiphol. En dan over de problematiek van bolletjes slikken. Alleen de 39-jarige hoofdrolspeler kon niet meedoen. Want hij was zelf aangehouden op Schiphol met 2 kilo bolletjes in zijn duimen. Maar 2 kilo is echt ontzettend veel. En nu krijgt hij 25 maanden. Alleen zijn advocaat zei, die heeft ook een briljant argument. Ja, maar je kunt het toch niet een 3 keer zo zware gevangenisstraf geven? Alleen omdat hij een 3 keer zo groot duimstelsel heeft. Dan ben je een goede advocaat als je het nog recht probeert te lullen, ook zeg. Ja. Het valt me mee dat hij me zegt, nee, hij probeert zich heel erg in te leven voor zijn rol in het toneelstuk. Ja. Goed verhaal. En wat er meer? Een 29-jarige vrouw uit Emmen, die was door haar kinderen herkend bij een opsporingsbericht als stasjesdief. Want ze verscheen dan op tv met een foto en zo, want ze was opgenomen door een bewakingscamera in de supermarkt. En toen die kinderen zeiden, hey mama, je bent op tv, dacht ze, nou, dan moet ik me toch maar even gaan melden bij het politiebureau. Dat is toch ook gênant, oké. Ja, maar ze had het geld gebruikt voor het gezin. Oh, dat zou ik ook zeggen, ja. Ik moet zeggen, ik kijk nooit naar dat soort programma's. Opsporing Verzocht-achtige dingen. Maar laatst kwam ik er toch voorbij. En ik zat te zep. Ik denk ineens, ik krijg nou wat. Het is gewoon... Maar er kwamen er wat andere details en zo. Dacht ik, oh nee. Het is hem toch niet. En ik kwam ook uit een totaal andere omgeving. Maar het leek er toch even op. Nou goed, wat heb je nog meer? Maxima krijgt echt een ultiem hoog salaris bij de VN. Echt waar? Namelijk, ja, $1 per jaar. Jezus man, het van onze belastingcenten. Dat is zo omdat ze helemaal onbezoldigd werken. Geeft problemen met belastingen en verzekeringen. Nee, maar ik zeg dat nu even, maar eigenlijk komt het dus gewoon omdat ze natuurlijk al lang door ons betaald wordt. Ja, terwijl klopt. Ze nu gewoon dan een baantje neemt. Ja, Maar alle onkosten worden nog wel vergoed, maar we weten niet of dat door de VN wordt gedaan of door Nederland. Waarschijnlijk door Nederland. Nee, ja, precies. En dan mogen wij klagen over onze belastingcenten. Ja. Dan vind ik dat altijd leuk om te doen. Ja. Het gebeurt ook altijd over 3FM, weet je wel. Dat is de publieke zender en wordt betaald van onze belastingcenten. En zal ik je zo wat vertellen? Eigenlijk is het helemaal niet waar. Of althans, het is wel waar, maar als je dan bedenkt wat al die fucking reclame hier op 3FM oplevert voor de publieke omroep. Nou, we leveren gewoon geld op hier zo. We zitten gewoon een. Ga niet mee, ik serieus. Giel, dat was een beetje dom. Nee, dat was de waarheid. Dat kan Marco Borsato zo mooi zeggen, hè? Ja. Ja, het is de waarheid. Nou, laat maar raden. De telefoon staat er vol mee, zus of niet? Ja, het doek valt voor Marco. Ja, het is een drama. Nee hoor. Is het geen drama? Jawel. Oh, oké. Ja. Dat staat het op de voorpagina en ook dat hij is verdoofd van pijn en verdriet. Echt heel zielig. Hoe vertel je iemand... Aarde, niet meer rond, dus ja. Nee, ja, het is vreselijk. Maar goed, ik merkte pas hoe heftig het was toen afgelopen maandag Guus Meeuwis hier was. En ik heb Guus echt wel vaker hier ontmoet. En het was niet een wijze grafstemming, maar ik zag wel aan hem dat het gewoon echt niet helemaal lekker met hem ging. En in zijn eigen sfeer, zeg maar. Ik was gisteren dus op zo'n soort première. Nou, zo'n fucking première. Echt rode loper toestanden, weet je wel. Vreselijk. Oh. Dus echt, ja, hier, kijk. Ja, kijk. Oh, ja, ja, even deze kant op. Even deze kant. Vreselijk. Maar ik dacht, ik moet hier wel verschijnen. Want ik zit in de film en ik wilde de film ook best wel graag zien. Mijn drie minuten of fame, weet je wel. Ja. Maar dat is altijd hetzelfde verhaal. Ik vind dat gewoon echt, ik moet het gewoon niet meer doen.
Want dan, dan komt daar iemand van Shownieuws af. En... Oh ja. Hallo Shownieuws, wat je hebt gevraagd. En dan gaat het over heel wat anders, weet je wel. Dus die stellen dan vragen. Wat vind je van de Entertainment Group? En dat je denkt van, godsamme man, ik sta hier op een première, maar je gaat toch antwoord geven? Ja. Ah, kansloos is dat. Ik heb het echt een keer meegemaakt dat ik op een of andere... Het was een leuk concert waar ik dan toevallig was. Het was hartje zomer. Ja, kan je misschien ook even de kerstgroeten opnemen? Want we zijn bezig met het opnemen van alle kerstgroeten. Ah, flikker toch op, man. Oké, wat staat er nog meer in de telefoon? Ook nog het beleid voor schorsing van voorlopige hechtenis van criminelen. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk aangescherpt. En dat wil minister Heers Balling. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die Saban Baran. Oh ja, ja. Dat, als het kalf verdronken is, dem en de put, er is nu nieuwe regelgeving. Ja. Nou, goed nieuws. Oké, leuk nieuws. Wat heb jij, Fleur? Frankrijk is tegen Photoshop, dus nu gaan ze maatregelen nemen. Als er een foto in een Frans tijdschrift staat die gemanipuleerd is, dan moet erbij staan de tekst digitaal gemanipuleerd om het beeld van het menselijk lichaam te veranderen, zodat vrouwen geen minderwaardigheidscomplex krijgen. En als je het niet doet, krijg je een boete van €37.500. Wauw. Ja? Ik vind het wel echt, los van het feit dat het nog wat cash is, vind ik het ook echt wel een loffelijk streven. Ik bedoel, het zal bij elke foto wel moeten en zo, maar... Ja, nee, ik vind het ook goed. Alleen die enorme tekst, ze zijn al gewoon bij gemanipuleerd. Ja, dat is ook... Ja. Maar ook gewoon eigenlijk nog even een belediging of zo, weet je? Gemanipuleerde koe. Ja. Dat is helemaal goed. Oké, en wat heb jij nou, Suus? Ja, weer een Emmy voor een Nederlander. Want vorig jaar ging natuurlijk Peter R. de Vries er met een Emmy vandoor. Alleen dit jaar is het Joost van der Valk. En hij heeft een Emmy gewonnen voor zijn documentaire Saving Africa's with Children. Oh. En daarin, dat is een documentaire en dan kan je dan in zien hoe kinderen die door priesters in Nigeria als heks worden bestempeld, worden behandeld. Ja, ja. En daar heeft hij dus een Emmy voor gekregen. Dat is lang niet niks. En hoe heet deze maestro dan? Joost van der Valk. Oké, die dacht van ik ga echt niet in het restaurant werken. Ik ga gewoon documentaires maken. Nou, dat heeft toch wat opgeleverd. Oké, dus die maestro moet ik even zien te scoren, begrijp ik. Ja. Dat is dan wel even. De Emmy Award winner, Joost van der Valk. Nou, Joost mag het weten. Ik ga hem bellen. Dames. Ja. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal, wil ik ook zeggen. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Blijf oefenen, dames, tot morgen. Het is 5:30. Live Skunk & Nancy en Patricia Pai. Goedemorgen. Ach joh, een hele goedemorgen.